Amsterdam is een prachtige stad en varen in Amsterdam is geweldig. Kijk op de Amstel hoe mooi en breed en prachtig het is. Maar zeker in de grachten, Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht, is het vaak wel nauw en met heel veel bruggen, openstaande sluizen en vernauwingen. Dan is het wel handig als je weet wat je doet. En in deze aflevering van Vaarplezier de serie hebben we een aantal hele nuttige tips en trucs voor je, zodat varen in Amsterdam alleen nog maar leuker en comfortabeler wordt. De veiligste plek met je boot is stuurboordswal, dus aan de rechterkant in het vaarwater. Volgens de voorrangsregels moet namelijk bijna iedereen die niet stuurboordswal vaart voorrang verlenen aan iedereen die wel stuurboordswal vaart. In de stad is dat dus verstandig en op alle andere vaarwateren, maar op het IJ bijvoorbeeld is het zelfs verplicht. Daar moet je zo ver mogelijk naar rechts stuurboordswal varen. En daar wordt het ook echt veiliger van. Iets dat je niet zo heel vaak tegenkomt op het water is eenrichtingsverkeer. Dan mag je dus niet beide kanten op invaren. Bijvoorbeeld de Prinsengracht, hier achter mij. Vanaf de Amstel mag je er niet in. Vanaf de andere kant mogen ze er wel uitkomen. En dat je er niet in mag, zie je natuurlijk aan dit rood-wit-rood gestreepte bord. Als je op een andere plek de Prinsengracht opvaart, dan zie je een bord met een pijl. En dat betekent dat je alleen in die richting, of die richting, afhankelijk waar je vandaan komt, de Prinsengracht op mag. Dat is eenrichtingsverkeer. Vaar dus vooral ook niet tegen het verkeer in, want de andere deelnemers op het water weten dat het eenrichtingsverkeer is en verwachten je niet. Daar wordt het echt onveilig van. Niet doen. In Amsterdam kom je heel veel rondvaartboten tegen. En dan moet je opletten, want rondvaartboten zijn passagiersschepen. En passagiersschepen zijn grote schepen. Klein verleent voorrang aan groot, je kent de regel. Dus kom je in Amsterdam een rondvaartboot tegen, bij bijvoorbeeld een vernauwing in het vaarwater, dan moet je daar altijd voorrang aan verlenen. En voorrang verlenen betekent dat hij zijn koers en snelheid altijd mag behouden. Waar je goed op moet letten in Amsterdam is de maximumsnelheid. Daar wordt veel op gecontroleerd en het veroorzaakt bovendien een hoop overlast als je er niet aan houdt. Op veel plekken in de stad is het 6 km per uur. Dat zie je aan dat bord daar. Op een aantal andere plekken, zoals de Amstel, Nieuwe Heren en een klein stukje van het Oosterdok, is het 7,5. En op het IJ, buiten de stad, daar mag je 12. In elk geval het gedeelte voor het Centraal Station. Let wel echt op die maximumsnelheid, want ze bekeuren er veel op. Maar bovendien levert het ook echt overlast op voor de bewoners van bijvoorbeeld de woonboten. 6 of 7,5 in de stad. En dan kun je ook heel veel meer genieten van alles wat je om je heen ziet. Kortom, als je deze tips in acht neemt, dan wordt varen in Amsterdam echt geweldig. Je bent in een prachtige stad. Doe rustig aan, kijk om je heen, geniet en heel veel vaarplezier. Voor meer Vaarplezier de serie, ga naar vaarplezier.nl of watersport-tv.nl.